Goedendag. Welkom in de grote vergaderzaal. Hier is net de eerste ronde voor de CAO Metaal en Techniek afgerond, voor de nieuwe CAO. Zoals gebruikelijk hebben we de eerste dag gebruikt om de brieven toe te lichten. Dus we hebben alle voorstellen die we naar elkaar toe gedaan hebben, hebben we toegelicht en er zijn vragen gesteld. Er is eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want inhoudelijk hebben we nog niet gediscussieerd. Wat wel opvalt is bij de werkgevers dat ze zeggen dat ze erg veel hechten aan dat mensen in de sector komen werken en dat mensen lang moeten kunnen blijven werken. Maar als het dan gaat over duurzame inzetbaarheid, dan zeggen ze vooral de ontziemaatregelen na 58 jaar, dus seniorendagen opschuiven na 58 jaar, ja, dat lijkt ons niet zo heel goed in balans. Ook op loon hebben we nog geen informatie gehad. We verwachten dat we over 14 dagen jou in ieder geval iets meer kunnen melden. Alhoewel de ervaring ook leert dat werkgevers pas op het allerlaatste moment komen met een loonbod. Nou, ik hoop de volgende keer meer te kunnen vertellen, wat concreter. En tot dan.